De pupillen van de Weerders IJsclub waren afgelopen weekend succesvol in Enschede. Ze deden daarmee een gewestelijk kampioenschap voor meisjes. En ook nog eens een keer werden er interclubwedstrijden voor jongens verreden. Die pupillen scoorden diverse podiumplaatsen. Puk Nol, Bram Gierveld, Fox Willems, Pien Compagne, Michelle Geerdink, Tjanipa Ruma Watiné, Victor van Savoyen en natuurlijk Britt de Boer. En we praten met de moeder van Britt de Boer, dat is Yvonne de Boer van de club. Ja, is de rust al weergekeerd in huizen de Boer? Ja, goedenavond. Ja, de rust is weergekeerd. Ja? Het was hier zaterdagavond wel groot feest, omdat er niet verwacht werd dat Britt zou winnen afgelopen zaterdagavond. Maar ze reed verrassend goed en ging met het goud naar huis. Dus het was echt onverwacht, ja. En twee persoonlijke records? Ja, dat klopt. Er zijn een aantal doelen gesteld door haar trainer dit jaar. Om haar op de afstand 500 meter, dus een veel gereden afstand door de pupillen. Mm-hmm. Om haar richting de 50 seconden te rijden. En dat lukte afgelopen zaterdag, zelfs daaronder 49-81. Dus heel trots. Allemaal binnen de vereniging dat we een gewestelijk kampioen hebben kunnen leveren. Ja. Hoe oud is Britt? Het gewestelijk kampioenschap is dus een kampioenschap tussen, was dit in dit geval voor de meisjes. Tussen de meisjes die trainen op de baan in Deventer en Enschede. Dus alles samengevoegd. En het ene jaar gebeurt het in Deventer en dit jaar was het dus in Enschede. En een podiumplek voor Britt en een podiumplek voor Pup Knol. Die is nog e-pupil, een meisje van 9 jaar. Ja, heel knap. En hoe oud is Britt? En Britt is 12. Oh ja. Ja. Oké, okay. En er waren dan ook nog jongens bij je, Bram Gierveld, hoe oud is die? Die zal nog jonger zijn, denk ik. Die is jong, nou durf ik het niet helemaal zeker te zeggen, maar die, volgens mij is hij 7 of 8. En dit was een van zijn eerste wedstrijden waar hij meedeed. En die deed afgelopen zondag dus mee met de interclubwedstrijd. Dat is een wedstrijd die door de Enschedese schaatsvereniging georganiseerd wordt. Mm-hmm. En daar worden een aantal clubs, een stuk of 6, 7 uit de regio, voor uitgenodigd. En er doen dus jongens en meisjes aan mee. En dat is een competitie over 6 wedstrijden, of over 3 wedstrijden. En daar wordt een klassement over opgemaakt. En daar vielen de WSC'ers dus ook in de prijzen. Ja, 3 gouden medailles. Geweldig. En maar kregen ze dan ook inderdaad goud omgehangen? Ja. Er stond een mooi podium midden op het terrein, op de ijsbaan. En er werd volgens echt een huldiging met de namen en de namen ook op het scorebord. En iedereen kreeg een medaille, dus het was een hele happening. Ja, en natuurlijk die kampioenschappen vinden natuurlijk vaker plaats. Is het nou een ongekend succes voor de club? Nou, ik kan zoveel medailles? Kijk, Wierd is natuurlijk niet zo'n grote gemeente en op zich niet zo'n hele grote vereniging. Hoewel ik moet zeggen dat er op dit moment zo'n 25 pupillen en junioren zijn die echt in wedstrijdverband schaatsen. En daar ook 2 of 3 keer per week al op de schaatsbaan zijn te vinden om te trainen. Dus als je als kleine vereniging zoveel leden op het podium hebt, ja, dan is dat eigenlijk best wel Een goede prestatie, kan ik wel zeggen, ja. Ja, en die trainer die wilde dus voor zorgen dat Britt sneller wordt, hè? Ja. Welke afstanden rijdt ze nu vooral? Nou, het is zo dat je als pupil begint, dus de kleinste beginnen met een 100 meter. En dan moet je een limiet voor halen, dan mag je een 300 en vervolgens mag je een 500 meter. En dan mag je een 1000 meter, dat is ook de langste afstand die een pupil mag rijden. Ja. En Britt rijdt dus op dit moment op de 1000 meter. Met een aantal andere dames, Michelle, Nicole, Mirel, die rijden ook allemaal een 1000 meter. Hm. Hoe heet die trainer? Tony Beernink. Tony Beernink natuurlijk. En Jaap Veenstra. Ah, ja. En Jaap Veenstra, oké. Okay. Ja. Wat kunnen zij nou doen aan een techniek van die pupillen? Ja, nou, technische vragen, daar kan ik je eigenlijk geen antwoord op geven. Ik kan alleen zeggen wat ik zie tijdens de trainingen, wat ik zie tijdens wedstrijden. Een voorbeeld bij Britt is dat zij dus absoluut geen bochten kon rijden eind vorig seizoen. En dit begin van het seizoen ging het ook niet al te best. Op de lange stukken heel veel kracht en dan ging het ook heel erg goed. Dus het is herhalen, trainen. En donderdagavond is er de zogenaamde droogtraining. Dus dat is echt op conditie en op techniek. Want ja, schaatsen kun je leren op de schaatsbaan, maar ook heel duidelijk in een sporthal om daar heel veel technische dingen ook aan te leren. En gelukkig slagen onze trainers daarin en met succes. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja. En hebben ze er ook lol in? Zeker hebben ze er lol in. Als ik dat zie naar mijn eigen dochter en de dames die met ons meerijden, gaan altijd met heel veel plezier naar een training toe. Het heeft best wel wat
Ja, wat ingrip op hun leven ook, omdat je toch best wel veel traint. Ja. Maar ze hebben er zo vreselijk veel lol in dat ze het er eigenlijk wel voor over hebben. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan een jongen als Steven Lammertink, die is inmiddels 17 en heeft zich geplaatst voor het NK Allround Junioren vorige week. Mm-hmm. En dat gaat volgende week plaatsvinden. Dus ja, je ziet dat, dat het niet alleen bij de pupillen blijft, maar dat er jonge mensen die bij de WSC gestart zijn, langzaam verder komen. En bij het gewest Overijssel schaatsen en bij andere commerciële ploegen. Dus Jullie zijn een opleidingsinstituut. Ja, zo langzamerhand zou je het zeggen inderdaad. En het is echt aan de trainers te danken dat het zo gaat. En waar een kleine vereniging groot in kan zijn, denk ik. Ja, nou precies, ja. Ja. Oké, maar even terugkomen nog op die trainingen. Die trainers die gaan dan met die pupillen aan de slag. Ja. Er wordt ook inderdaad veel lol gemaakt. Veel plezier hebben de schaatsers. Ja. En die tijden, die moeten natuurlijk steeds beter. Ja. Dat is het doel. Ja. Worden die ook besproken? Zo van, je hebt dit in je en dit heb je gereden en dit heb je in je? Ja, kijk, het ligt... Of is dat nog te vroeg bij die... de leeftijd. Kijk, die hele kleintjes, en dat zag je gisteravond op de baan ook. Er zijn er wat, niet bij onze vereniging, maar er zijn er ook wat die rijden echt nog op de vroeger genoemde houtjes, zeg maar. En die doen het echt voor een lol. En die kinderen zijn nog niet eens zozeer bezig met de tijden, maar win ik van mijn tegenstander. Die zijn soms drukker om te kijken naar links of naar rechts, maar waar blijft mijn tegenstander? En heel langzamerhand, en dat moet ook spelende wijze, want je kunt niet al op zo'n jonge leeftijd zo competitief bezig zijn, want dan zijn ze het op een gegeven moment gewoon, vinden ze het waarschijnlijk niet leuk meer om het zo te doen. Maar zo'n wedstrijd zoals gisteren, als ik dat met Puk dan bijvoorbeeld zie, ja, en dat ze dan inderdaad twee keer van de tegenstander wint en dan op de eerste plek komt te staan op het podium, ja. Op die leeftijd begint het natuurlijk echt wel te spelen. En iedereen doet denk ik toch aan sport om de beste te zijn. Een stukje competitie en om te winnen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dan straks worden ze ouder en dan zijn ze steeds minder vaak de beste. Zo werkt het vaak. Ja, alleen de echte natuurtalenten die blijven dan winnen. Ja, nou, kijk... Kunnen jullie al zo ver vooruit kijken? Het ene jaar, ik denk het wel, want het ene jaar kan het heel erg goed gaan en dat zie je nu ook wel weer. Met Britt ging het vorig jaar helemaal niet goed, het jaar daarvoor heel erg goed en dit jaar wel weer goed. Ja. En bij haar tegenstanders gaat het dit jaar weer minder. Dus je bent van zoveel factoren afhankelijk. Je hebt het over jonge kinderen, maar je hebt het over pubers, dus er verandert zoveel. De school en uitgaan en je moet toch een bepaald... voor jezelf de kinderen een bepaald regime aanhouden van wil ik echt gewoon echt hierin verder of vind ik het gewoon leuk en vind ik het leuk om te trainen en af en toe een wedstrijd te rijden of wil ik er echt verder mee en dat is... Dat is moeilijk in te schatten. Wat denk jij? Zijn dit kinderen van de lange adem? Nou, ik denk dat een aantal van de pupillen die we en wat ouderen... Kijk, van de jongeren kan ik dat heel moeilijk zeggen. Maar van wat ouderen, en dan heb ik echt die van de leeftijd 11, 12, 13... en dan hebben we er een stuk of 7, 8 van. Die doen eigenlijk allemaal goed mee en zijn ook echt heel erg serieus met het trainen ook. Dus goede hoop dat die ook naar de junioren door zullen stromen en dan ook inderdaad zo serieus zullen blijven. Dus. Ja, misschien gaan ze nog een keer naar de Wijzenzee, maar er zijn ook een hoop Wierdense schaatsers nou, hè? Wat zegt u? Misschien gaan ze nog een keer naar de Wijzenzee, want er zijn ook een hoop Wierdense schaatsers nou. Ja, Wierdense schaatsers inderdaad ook naartoe. En lange tochten rijden. Voor die pupillen is, er worden tegenwoordig ook marathons gereden. En dan moet je niet denken aan 50 of 70 rondes, maar dan heb je het over 6 tot 10 rondes voor de pupillen. En daar zijn ook een aantal, met z'n vierde zijn ze pupillen van de WIC die zich geplaatst hebben voor het NK Marathon in het grote T-half. Dus dat vinden die kinderen ook helemaal geweldig om daar... om daar te gaan schaatsen. Dus ja, het is zomerskieleren, fietsen en 's winters de lange baanwedstrijden en de marathons. Dus het is heel gevarieerd voor de kinderen ook. Nou, prima. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor de toelichting en veel succes, zou ik zeggen, de komende tijd. Ja, dank u wel voor de belangstelling. Oké, graag gedaan. Oké, vriendelijk bedankt.